What up? Let me fix this motherfucking taken, yo. Sub G, we in this bitch, you feel me? In deze video, ik ga gewoon praten over whatever en nog whatever, jeet toch? Ik ga gewoon chillen, ik ga gewoon waben. I got some motherfucking royalty free lo-fi music playing in the background. I can relax my brains and shit. Jeet toch? Sit up a little bit. Ten eerste, dit is een video waarin ik gewoon ga praten over whatever I want to talk about, jeet toch? Gaat waarschijnlijk een lange video worden, een soort van podcast terug, jeet toch? But with the visuals, you feel me? It's the boy 85 Flame, living in Enschede, jeet toch? In Deppenbroek en shit. Niemand weet waar je woont bij de fans na Deppenbroekie. Jee toch, in mijn fucking Big Z remix. S.O. Zeldzame. Jee toch, alles kan en shit. Check die tape. Maar in ieder geval, the boy living in Deppenbroek. And the whole reason why I'm making this video. Also with the mic though. Jee toch, let's not forget about the mic that I'm having right now in my hand. Which is Bluetooth connected, you feel me? If I talk like this, you can hear me. Because the mic's over there. So you can hear what I'm saying, you feel me? So it's just a Bluetooth connected, you feel me? Look, or basically, I don't know. I don't know if it's Bluetooth, but it's just connected some way, you feel me? Ik heb daar is een ontvanger, zender ontvanger en shit. I'm feeling like motherfucking... Jee toch, productieteam en shit. Jee toch, ik heb daar de camera op statief. Ik heb daar die ontvanger, zender. Ik heb hier de microfoon. Which is on. Yeah, I did not forget to turn this shit on. En jee toch, I feel motherfucking official as fuck. Want ik kon ook gewoon een microfoon zetten op mijn camera. But I refused that idea. I just thought about the microphone I got. Like motherfucking... 4 or 5 years ago. Voor misschien een barkie of zo. Jeet toch, ik heb deze en nog één dezelfde. Jeet toch, was één set met twee microfoons. Dus jeet toch, ik heb gewoon twee microfoons like this. I bought them fucking 5 years ago. Met de idee van, pull up interview gang. Jeet toch, zeg maar niet buiten of zo. Jeet toch, mensen en shit, supergaande. In de verleden type shit van, hoeveel, hoe duur is je outfit? Jeet toch, not on some that shit, maar gewoon on some. Ik zit ergens met nog iemand die geen heeft ook een microfoon in de hand. En ik heb ook een microfoon in de hand. En jeet toch, we talking. That was the idea why I bought this shit. Maar eindstand is een hele gedoe. En de kwaliteit is ook niet zo denderend. Jeet toch. Als het goed is, je hoort nu een beetje gekraak. Als ik niet praat, zeg maar, jeet toch. But I think it's all fixable, jeet toch. All fixable with the... editing en shit, audio edit, bla bla bla, audition, bla bla bla, jart, jeet toch? I think it's all fixable. Maar in ieder geval, I bought these microphones. Let me talk correct with the English accent. Jeet toch? I bought these microphones and I never, okay, I once, one time used it for like a fun interview I did. Met mijn broertje en shit, toen ik nog dreads had, toen hij nog klein was, jeet toch. De video is een classic video, want alleen ik kan hem kijken. Jeet toch, ik kijk hem eens in de zoveel tijd als ik weer denk aan die video. Misschien ga ik hem straks checken. En die video is wel gewoon grappig, jeet toch. Pakka! Porsche van 10 jaar geleden? Of Golf van 10 jaar geleden? Porsche. Ja, zo lekker. The boy. Zet die shit niet online, want jeet toch, mijn broertje gaat dan het gewoon huilen van, waarom zit die shit online, blablabla, jeet toch. Maar, mocht deze microfoon goed bevallen bij de mensen en bij mezelf, als ik dit shit edit en terugkijk, blablabla, dan ga ik gewoon vaak proberen. En if you wanna do some talking videos like this, with the microphone and shit, jeet toch, let the boy know. En laten we actually that shit doen, jeet toch. Zo vaak, ik ken niet zo vaak, gewoon heel veel mensen zeggen, kom gaan podcast, bro, pull up,
Jeet toch? We kunnen het doen. Ik heb deze shit gewoon gefixt, zo in mijn kamer. En I'm just talking, jeet toch? Ik had een hele idee van wat ik wou zeggen en shit in deze video. En ik ben nog niet eens daar gekomen, but I'm fucking talking de hele tijd. Jeet toch? It's gewoon fun to talk. Because, jeet toch? I'm just saying what I wanna say. And also just saying, just talking voelt als een soort van therapie of zo, jeet toch? I'm just putting hella information and data from my brain out in the world. Jeet toch? It's not only in my brain anymore, you feel me? Maar jeet toch? Totaal ander subject gaan. Ik weet niet eens meer. Oh ja, podcast. Mensen die zeggen pull up podcast maken en shit, pull up dan actually. Mijn brothers Zico en Ems. Jeet toch? We gaan die shit doen. Misschien voor ons eigen ogen alleen. Maar we gaan ooit die shit doen. Maar die boys zijn gewoon lapdruk. Artiesten uit Enschede. Die me zeiden van yo podcast. Oh podcast. Bro. The fuck y'all at bro. Jeet toch? I don't know where the fuck y'all at. But you see this geslachtsdeel. Come sit on this shit. Because jeet toch? Jullie doen stief. Kijk, ik zag jullie al lang. Pull off, we gaan iets doen. We gaan, jeet toch, video maken in de voetbalvelden en shit, blablabla, dat. Jeet toch, ik kom met tanto vaak met ideeën, but where the fuck y'all at, dude? Jeet toch. Daarom, Enschede en Twente en shit ain't on shit, begrijp je? Maar daarmee wil ik niet zeggen that I'm on shit, because I'm also not on shit. Jeet toch, ik upload kapot weinig. But, jeet toch, at least I'm uploading every week or every 2 weeks or every month, je toch, eens in een month, desnoods once a 2 month, je toch, soms denk ik niet eens aan video's maken en shit, maar je toch, binnen een half jaar tijd, zeg maar 6 maanden periode, minstens 1 upload, begrijp je? Dat zal 1 meer dan bepaalde mensen die gewoon eens in de 2 jaar uploaden of zo, begrijp je? Ik bedoel, daarmee gewoon mensen in mijn buurt en shit en shit. Jeet toch? Die mannen zijn niet daar. Die mannen zijn misschien hard. Zijn misschien creatief. Maar bro, ik ben solo. Jeet toch? Solo doing everything. En als ik gewoon zoveel shit maak en wil maken. En jeet toch gemotiveerd ben om te maken. Jeet toch? Als ik gemotiveerd ben om shit te maken. Oké, jeet toch? Ik moest even veranderen van hoe ik lach en shit. Because I really want to say what I want to say right now. Jeet toch? Als ik gewoon shit maak en wil maken en gemotiveerd ben om te maken in mijn eentje. Jeet toch? Ik praat met niemand over mijn idee van yo, moet ik dat doen? Of jeet toch? Hoe is deze idee? Jeet toch? I'm just doing it. And if it's whack, then it's whack. But it's still something I did. Jeet toch? Die mensen, ze zijn de hele dag met matties ook. Jeet toch? Ik heb niet eens matties, jeet toch? I'm not even chilling with people. Jeet toch? En ik bedoel, ik ga verder daarop in. Jeet toch? Maar ik moet deze artiest uit Enschede onderwerp ook gewoon skippen. Want jeet toch, is fucking dead, bro. De ding van die mensen is ook, die mensen zijn constant met mensen, toch? Ah, is jouw matties, weet ik veel, je poft joints met hun en zo, bla bla bla. Je gaat naar studio met ze, bla bla bla. Jeet toch? Maar als we dan kijken online en shit. Of jouw Instagram, social media's, of je YouTube kanaal, of je Spotify. Zo weinig content, bruh. Jeet toch? Ik kom nu niet even op die woord, maar jeet toch? Raise the bar for yourself as well. Blijf bezig, you feel me? Oké. De hele main reason why I'm making this video. Kijk, sowieso deze hele idee zit al zo lang in mijn mind. Zo lang. Jeet toch, misschien 2 maanden. En dan gewoon vaak denken van ah, dit wil ik maken. Deze ideeën heb ik in mijn mind. Dit wil ik allemaal bespreken en shit. Bla 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 bla. Jeet toch. Jeet toch, mijn mind gaat naar duizend, miljoenen, miljarden dingen. Onderwerpen. En bepaalde dingen wil ik gewoon wel zeggen. Ik moest even mijn camera weer aanzetten. Want die shit stopt na 12 minuten. But what I'm saying is. Deze idee zit kapot lang in mijn mind. En eerlijk toch. Ik wil deze shit ook gewoon kapot lang doen. En ik heb ook zoveel onderwerpen waar ik aan denk. Die ik wil bespreken en shit. In deze video. But it's still uitstelgedrag, jeet toch, van ah oké, okay, ik ga die ding doen, ah oké, okay, ik ga dan die ding doen, ah ik ga dan die ding doen, jeet toch, dan is mijn mind weer op die van, oh, ik wil die ding niet eens doen, want ik wil niet eens praten at the moment, jeet toch, en dan
wil ik praten op de moment, is het gewoon lijp in de 3 uur 's nachts of zo, jeet toch? Op zich, de manier hoe ik nu praat met de volumes en shit, is te doen om het in de nacht ook te doen. Want jeet toch, I'm not screaming en shit. Maar die besef is ook nu pas een besef, want jeet toch, ik hoor nu hoe hard ik is te praten en shit. En het kan gewoon, jeet toch? Maar dus, de hele reason why I'm making this video is more likely because I feel like the boy ain't got many people that's listening, jeet toch? And wanna say shit, jeet toch, te veel shit daar, te veel shit hier, te veel zeg maar informatie, te veel tekst, but nobody is like this, van ah oké, okay. Ik sta ready, vertel, jeet toch, nobody is, ik heb het gevoel niet dat iemand hoe moet ik het best articuleren, zoveel data, zoveel informatie die ik gewoon uit mijn brein wil hebben, toch? But I don't see someone being there for me as in that wanna hear what I wanna say, jeet toch? Tuurlijk zijn er vast wel mensen die in real life zeg maar die shit willen doen en zo, jeet toch, voor mij. Die rol willen spelen in mijn leven van ah oké, okay, ik ben hier voor jou, mijn broeder. Vertel wat je wil vertellen, jeet toch? Tuurlijk, die persoon is vast ook wel in mijn leven. But I don't see it or I don't realize it. Jeet toch? En bij deze is ook een besef voor jou dan als je in mijn real life bent. Van ah, je bent in mijn life, but I don't see you that way. Jeet toch? You don't make me feel like you wanna hear what I gotta say. Jeet toch? So why are we in each other's presence? You feel me? That makes me question you and myself for being bitch ass dudes. Jeet toch? Maar de ding is ook. I'm a blamadum. Jeet toch? I feel hella official with this microphone in my hand. Dat wil ik ook zeggen. Maar de ding is ook. Kijk, zoveel data in mijn brein toch? Maar niemand geeft me gevoel van ah, ik heb de mogelijkheid om mijn chest bij jou te luchten. Of zo, jeet toch? Hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel. Maar in ieder geval dat. Dus jeet toch? En daardoor lijkt het ook gewoon alsof ik gewoon lonely op deze wereld ben. Jeet toch? Because I'm just here and nobody even give a fuck. Jeet toch? En dat laat mij gewoon voelen van hey, the boy is lonely. The boy is gewoon eenzaam. Like the boy is gewoon here for whatever reason. And when I'm gone, it's just, ah, okay, he's gone. But, jeet toch, the world keeps spinning and you can lose your life, but it's gonna keep going. Jeet toch, zoals Young Thug zei en zijn pokoe genaamd Digits. Jeet toch, free Young Thug, free Gunna. Jeet toch, rest in peace, Lil Keed. Ik werd vandaag wakker, 14 mei. En jeet toch, eerste bericht was gewoon, rest in peace, Lil Keed. Ik dacht van, damn, bruh. Ik dacht echt van, damn. Niet eens awesome. He got shot and shit. He got gunned down and shit. Maar gewoon, mensen in de comments zeggen van ah, kidney failure, bla bla bla. Overdose on lean, bla bla bla. Jeet toch? Sucks, bruh. Key talk to him. Hij was gewoon hard. Jammer dat hij gewoon niet meer alive is to make pokoes. En los van pokoes, jammer dat hij niet meer is voor zijn, jeet toch, familie en shit. That sucks as well, because music ain't everything, you feel me? So yeah, rest in peace, Lucky. Jeet toch? Oké, okay, wat ik ook wil zeggen toch. Deze video kon sowieso beter. Want ik weet ook gewoon van, ah, als ik beter had voorbereid, kon ik bepaalde shit ook gewoon beter ten eerste articuleren. Ten tweede was beter structured, jeet toch. En jeet toch, hoefde ik minder na te denken over waarover ik wil praten. Maar de ding is ook van, ah, this way it's more organic, raw en jeet toch, volledig me. You feel me? Mijn keel is kapot droog. En er is ook geen water around. En ik heb echt niet zin om op te staan. So, we gaan door tot de keel gewoon echt denk van yo. Damn bro, get some fucking water bro. Swag, can you still hear me? I don't think so. Swag. I got the water. Tryna drink some water. ASMR. Ugh, jeet toch. I hope the mic is still working.
working. Zou echt fucking stief zijn als ik hier al fucking 20 minuten of zo zit te praten. En die ding heeft hem gewoon niet gepakt of gewoon niet goed gepakt. Waardoor het gewoon onbruikbare audio is of zo, je toch? But we optimistic and we just keep talking. En we gaan eruit van de beste, je toch? But what I was saying is, volgens mij zei ik nog van I feel like nobody is listening to what I want to say, je toch? Or giving me the feeling that they want to listen to what I want to say, je toch? Bepaalde mensen luisteren wel gewoon. Bepaalde mensen luisteren gewoon. The fuck? Bepaalde mensen luisteren wel gewoon naar shit what I say when I want to say shit, je toch? But bij deze is het gewoon meer van, okay, I'm just talking and you're gonna listen to it. Or y'all might skip this video, but at least I talked what I want to talk about. En je toch, tenminste is het uit mijn brein. Je toch, that's also a good thing. Ik praat niet vaak over de shit in mijn brain, in mijn real life, je toch? So, gewoon praten in deze video is ook gewoon helend, denk ik. Because ik haal het weg van mijn brein en ik gooi het in de lucht, ik gooi het in de atmosfeer en shit. Jeet toch? Is vast ook wel een goede iets aan, ook al gaat niemand deze video zien. Begrijp je? But yeah, deze video, what I'm making right now. De idee was om deze shit gewoon een keer te gooien en dan klaar, jeet toch? But I realize now, en ook gewoon voor ik begon aan deze video, dat ik gewoon wel vaker dit soort shit wil doen. En nu gewoon bezig ben met deze shit, is het wel gewoon lap gaande, je toch? I'm just talking, and I don't even care who's gonna see or not see this shit. I'm just here vibing, you feel me? We're just chilling, we're just vibing. Jullie horen sowieso niet, maar there is actually some music playing. En je toch, it's giving me relax and comfort. Stabilization, you feel me? The thing is ook, deze video is al zo lang bezig, but I haven't even said shit, denk ik. Waarvoor de idee, de dingen die ik wil zeggen, waardoor ik deze video heb gemaakt, die dingen heb ik niet eens gezegd. Je weet toch? And that's crazy, because I'm talking for almost half an hour and I haven't even said what I want to say. Een beetje dan. Ik heb ook andere dingen gezegd, maar de beetje van die wat ik wil zeggen is gewoon daar een beetje, je toch? But what I wanna say is, the boy is ten eerste lonely on his world, je toch? Niemand begrijpt de boy of luistert naar de boy. Die feeling krijg ik, je toch? Ook als misschien niet eens zo. Zo komt het wel over. Ten tweede, the meaning of life en je toch, the purpose of my life is gewoon een big vraagteken. Je toch van, okay, I'm living and jeet toch, what is the road? Where is the road going to? Am I supposed to be like this forever? Jeet toch, like my huidige state, huidige situatie, is going to stay like this forever? Or am I going to become a millionaire? Or does the path lead to something else that's misschien fucked up? Of gewoon jeet toch, totaal anders dan ik had verwacht of zo? Jeet toch, pad, waar leidt de pad naartoe? En waar is de pad gekomen sinds ik geworden ben en shit, je toch? Dat is allemaal gewoon shit waar ik kapot vaak over nadenk. En is gewoon een grote vraag, denk ik, je toch? Want afgelopen 5 jaar of zo is gewoon een besef van, yo, kijk, mensen kennen mij niet persoonlijk, die zeg maar vaak, zeg maar, de mensen die mijn video checken, kennen mij grotendeels niet persoonlijk. Maar je toch, de boy is fucking 28 jaar. 28 jaar, zei ik gewoon. Je toch, the boy is born 21 maart 1994. So, based on what time you're watching this video, verandert de leeftijd die ik ben. Je toch? Maar je toch, als ik gewoon. Ik vind het grappig hoe ik gewoon zelf praat. Als ik gewoon nog steeds leef, dan moet je kunnen berekenen hoe oud ik ben. Je toch, 21 maart 1994 is de geboortedag. Maar at the moment I'm recording this, I'm fucking 28 years old. En je toch, de afgelopen 5 jaar, laten we zeggen, is gewoon een big vraagteken van, oké, what the fuck, jeet toch? Van, op mijn jongere jaren en shit, zeg maar, 18 en 28, wow. Van mijn 18e tot 28, is gewoon 10 jaar leeftijd. Maar jeet toch, al die jaren, was gewoon van, okay, ik ben wel bezig met Photoshop en shit. Jeet toch, I'm making my own logos, I'm designing shit en zo. Jeet toch, all gang en shit, dat was mijn vorige shit. Maar jeet toch, is gewoon cool, ik ben bezig met die shit, ik maak designs, bla bla bla. Eindstand, ik maak
poko's en shit, ik maak clips en shit. Ah, cool. Mijn mind is op van, ah, oké, okay, ik ga gewoon deze shit doen. En jee toch, het gaat wel komen. Jee toch. Tenminste, dat was niet de intentie van, ah, oké, okay, ik doe deze shit omdat het gaat komen ooit. Maar het was meer van, ah, ik doe deze shit because I like it and I love it zelfs. En het is gewoon hard. En it will come eventually because it's hard. Jee toch, dat was de idee meer. Niet van, oh, ik doe deze shit, want het gaat sowieso komen. Het was echt meer van, ah, ik doe deze shit. En I love doing this shit. En het komt vast wel. Niet van, ik doe deze shit because money is involved. Regardless, jeet toch, I wasn't doing anything for money. Maar at that moment dacht ik gewoon van, ah, ik doe deze shit. En mensen gaan gewoon love at some point. Dus jeet toch, van mijn 18e tot 28e ging ik gewoon naar school en shit. MBO, kijk. VMBO kader deed ik toch. That's average or below average. Or gewoon above average. I don't even know. Maar jeet toch, it was just cool. It was just a vibe, jeet toch. Ik doe die shit, ah, ik haal die shit, jeet toch. Maar the boy was going to school to basically chill with the classmates, jeet toch. I was just chilling, I was just vibing. En de lessen die ik volgde, ah, ik let ook wel op en shit. En jeet toch, ik heb ook wel de diploma van die shit. Dus jee toch, I wasn't going to school just to fucking chill and hang out with the people. No, I was actually going to school and I was hanging out with the people. Maar ik deed ook gewoon mijn shit, jee toch. Dus eindstand, ik haal die ding. Maar de mindset is niet eens op, oké, okay, what the fuck wil ik worden? Welke kant wil ik op gaan en shit? Dus jee toch, ik haal die ding. Eindstand, het is zomer. Hold on. Wait a minute, bro. I pull up, pull up, pull up. Replay. Pull up. Ah, ik heb een beetje die shit gezien. Die shot gezien. En jeet toch, ik lig er wel bij als een jahiwani. But it's all good. Jeet toch, I'm just chilling. I'm just vibing. Maar what I was saying is, jeet toch, ik kan mijn VMBOK. Jeet toch, het wordt zomer. En jeet toch, ik ben gewoon fucking 13, 14, 15, weet ik veel hoe oud. Volgens mij 16, 17, jeet toch. Rond die leeftijden. I'm just chilling, jeet toch. I'm just vibing. I don't even know what the fuck going on, but I'm just there. Chilling, vibing, jeet toch. Ik heb mijn VMBOK gehad, jeet toch. Zomer geworden, jeet toch. Ik geniet van de zomer. Eindstand, het wordt zo, jeet toch. Eind van de zomer, vakantieperiode. And I'm like, the fuck am I about to do right now, though? Jeet toch, I don't even know. I don't even know which richting ik op wil gaan. Jeet toch, eindstand, niveau 1 moest ik doen. Because I didn't know. Daarom zei ze van, ah, ga maar gewoon, ondanks je VMBOK heb gehad, niveau 1 doen, jeet toch. En het was ook wel gewoon een gaande opleiding met gaande mensen, jeet toch. S.O. Nigel en Nigelo, jeet toch. Ik zie Nigelo nog steeds in Deppenbroek af en toe. Maar jeet toch, ik deed die shit. Was gewoon wel een shit which made me more uit mijn comfortzone en shit, jeet toch. It pushed me out of my comfortzone and made me kind of stand up on my feet, jeet toch. And also give me enough time and space to think about what I like, jeet toch. Het was niet een fucking moeilijke opleiding. Het was fucking niveau 1. Jeet toch. Ik deed daar gewoon mijn shit. Het voelde gewoon als, weet ik veel, groep 8 dingen. Terwijl ik zeg maar 18 jaar ben of zo. Jeet toch. Het voelde gewoon easy. Het voelde gewoon chill. Van, ah, oké. Okay. Was gewoon rekenen. Gewoon basic rekenen en shit. Dus jeet toch. Ik maak die ding snel, snel, snel. Eindstand. Ik heb veel tijd over. Want jeet toch. Het is gewoon easy. Ik maak die ding klaar. Jeet toch. Dus die tijd dat ik klaar was, had ik veel tijd om na te denken over what I want of zo, jeet toch? Maar stel, ik ging van VMBOK gelijk naar niveau 4, bij wijze van spreken. Daarbij gewoon constant in de opdrachten, bij wijze van spreken, jeet toch? Dus it was also good that I went to niveau 1 first. Maar in ieder geval, ik deed die shit ook gewoon behaald. En toen ik deed niveau 2, DTP'er, jeet toch? Desktop publisher, jeet toch? Was gewoon lijp opleiding. Ik heb daar fucking veel geleerd. Qua designen, qua programma's, beheersen en shit. Adobe Illustrator heb ik in die opleiding geleerd, jeet toch. Photoshop zelf al jaren, in mijn fucking jeugd, tienerjaren, photoshopte ik. Maar Illustrator, never. Dus jeet toch, DTP'er niveau 2. Ik deed die shit, eindstand, ik leer een nieuw programma. Ik denk, wow, this shit fucking crazy, epic, jeet toch. Een hele wereld ging voor me open, want jeet toch, ik dacht altijd van pixels, jeet toch. 1000 by 1000, bij wijze van spreken, ik design die shit. En als ik het wil vergroten, wordt fucking lelijk. Want je hebt 1 pixel. Opeens, je moet het 4 keer vergroten. Dan moet je 1 pixel 4 keer groter maken. En dat kan gewoon zorgen voor fucking lelijke ontwerpen dan opeens. Want je moet van 1 pixel 4 pixels maken. Dus hij gaat gewoon die 1 pixel 4 keer dubbelen. Waardoor het misschien niet eens klopt meer qua
ontwerp, begrijp je? Dus die pixel mindset veranderde ook naar vector, bla bla bla, van ah, je zet die lijn zo. Einstein, je kan die lijn miljard keer vergroten, het is nog steeds dezelfde lijn, want je hebt die lijn getekend, begrijp je? Je hebt gewoon die lijn gedaan in plaats van die pixels. Zo, een hele wereld ging voor me op niveau 2. Dus weet je toch, ik deed shit 2 jaar. Eindstand, ik weet niet hoe oud ik ben, ging niveau 4 doen. Maar, mind you, toen ik niveau 2 deed, was het 2013. En toen dropte ik gewoon fucking Rainbow Guard en shit. En jeet toch, dat was die periode. Dirk Kuyt en shit, jeet toch, mijn videoclips heb ik dan over. En ik was gewoon toen op Twitter en shit, gewoon in de les. Ik zie gewoon Bokusam, die op dat moment ook gewoon gaande was en nog steeds is, jeet toch, S.O. Bokusam. Jeet toch, die man tweet mij gewoon, terwijl ik in de les ben. Hij tweet gewoon mijn lyrics of zo, jeet toch. Of hij tweet naar mij zelfs. Terwijl, bro, ik ben gewoon in de les in Enschede. Mijn klasgenoten don't even know what the fuck I've got going on. Maar Bokusam, die gewoon een van de next best was, toen der tijd tweet gewoon mijn shit. Ik denk, ah, dan basically ga ik ook de next best zijn of worden. Dus jeet toch, in mijn mind, voor ik niveau 4 begon, was ik al van, ah, bro, people fuck with my shit. Bokusam fuck with my shit. Jeet toch, murder fucks with my shit. Dus jeet toch, ik denk van, ah, bro, niveau 4, 4 jaar lang. Ik heb die ding niet eens nodig, because I'm already gonna make it with my fucking focus, with my fucking videos, with my, jeet toch, the person I am, jeet toch. Met die mindset ging niveau 4 beginnen. Eindstand, de eerste jaar van niveau 4, zeg maar, is verdeeld in 4 kwartalen. Eindstand was de derde of de vierde, volgens mij derde kwartaal. En I wasn't doing good, jeet toch. Maar mijn focus was ook gewoon shit. Ik ga gewoon loesoe, ik ga gewoon naar een grotere stad, naar Rotterdam bij wijze van spreken. Ik ga daar studeren. Oké, dus zeg maar, ik heb mijn fucking diploma van niveau 4 en shit. Maar de hele niveau 4 voelde gewoon fucking kut aan. Because het is een media vormgeveropleiding. Jeet toch, dat heb ik niet verteld. Maar bij deze media vormgeveropleiding niveau 4. Jeet toch, ik was daar. Eindstand, they didn't even give a fuck about me. Daar as well. Gewoon, ik ben daar. En ze zeggen, ah, ik doe dit soort opdracht. En ik maak dat soort opdracht. Maar kijk, zij zeggen, maak A en ik maak B bijvoorbeeld. Ze begrijpen mij niet, ik begrijp hun niet. Jeet toch, qua creativiteit. Het was ook gewoon zoiets van, ah, maak iets in onze richtlijnen of zo. En als je dat niet doet, dan ben je gewoon whack. En jeet toch, ik ben creatieve guy en shit. Ik maak gewoon iets in my way. Eindstand, they don't understand what I'm making. Jeet toch. So it's all good though. Jeet toch. Maar it made me realize van, ah, oké, deze studie shit is gewoon wel cool. But it's not for me. En vooral niet creatieve opleiding van, ah, designer type shit. Jeet toch. Voelt gewoon like I'm killing the creativity in my soul of zo. Als ik gewoon naar zo'n opleiding ga of als ik naar zo'n job ga, jeet toch, van maak dit soort shit of deze kleuren en deze eisen heb ik voor jou om deze shit te maken, bewijs van spreken. Deze kleuren, deze eisen zet ik voor jou, bewijs van spreken. Maar that just kills the whole creativity part for me. Daarom ging ik niet denken van, ah, vet studeren en shit. So, ik heb mijn diploma niveau 4 en shit gehaald. Maar sowieso op die opleiding, ze pushen jou gewoon om ZZP'er te worden. Gewoon solo werken, solo werk vinden en shit, solo opdrachten vinden en shit. And I'm not built like that to go out in the market to ten eerste promote, maar zeg maar, designing stuff, jeet toch. Kan het wel, maar jeet toch, het voelt van mij fucking cringe aan, jeet toch. Mensen weten, ik kan designen en ontwerpen en jeet toch, kleuren, weet ik veel, blablabla. Bla bla. En ik weet dat van mezelf, maar een nieuwe opdrachtgever bijvoorbeeld, die weet dat niet, die kent mij niet. Die denkt van, yo, what the fuck, wie de fuck ben je, bro? Jeet toch, maar it's just cringe for me to promote myself in that way. Dus daarom die hele pad qua studie, loopbaan. Wat ik had gecreëerd voor mezelf was gewoon een doodlopende pad. Because I don't do shit with that whole shit right now. Dus eindstand, ik haal mijn diploma, jeet toch. En ik ben weer in die van, what the fuck moet ik doen? Jeet toch. De YouTube shit en de Pokémon shit is cool. Maar ik maak niet minstens 2000 euro per maand met deze shit to live off it. Jeet toch. En sowieso heb ik niet eens 2000 euro gemaakt sinds ik ben begonnen met heel mijn shit. Sinds de eerste video of Poku heb gemaakt tot nu is er niet 2000 euro winst. Gewoon zonder verlies,
meegerekend hebben. Gewoon, je toch, de inkomst is niet eens 2000 euro geweest. Met heel deze shit, snap je? Dus 2000 euro per maand, bij wijze van spreken. Per maand, dan moet ik gewoon echt lijp. Popping zijn of zo, je toch? But is super ver van dat. Right now. Gewoon kilometers afstand. Als ik kijk, dan zie ik niet eens de wolkenkrabbers die er hoort te staan. Je toch, zo ver ben ik van die shit vandaan, right now. En of ik daar zal komen, kijk, niemand weet. Maar mijn gevoel zegt me gewoon, nah bro, it's dead. Je toch? Maar alles kan gebeuren. Ten eerste. Dus je toch, ik ben klaar met mijn opleiding. En dan... Not rich. Van mijn familie is ook niet rich. Jeet toch, dus ik moet gewoon werken. Eindstand ging gewoon naar een bedrijf. Waar mijn pa ook werkt. En ik begon daar in eind 2018. En ik werk daar nu nog steeds. En het is gewoon een chille job, jeet toch. Ik ga daar gewoon elke dag naartoe en shit. Kijk, deze wat ik nu vertel. Heb ik nog nooit aan mensen verteld. Die zeg maar niet in real life weten wie ik ben en shit. Jeet toch. Dus stel dat je een fan was van 85 Flame. Dan is deze informatie sowieso kapot nieuw voor je. Because you just didn't know and I don't talk about this shit. Maar jeet toch. Dus ik werk daar nu al fucking 4, 5 jaar lang of zo. En het is gewoon chill. Maar deze tijden ben ik ook weer op die mindset van yo. What the fuck. Begrijp je? En ik denk dat die what the fuck aanleiding naar... Why I'm making this video. Because I still don't know. Ik heb wel een nieuw plan bedacht. But I don't know if there's something I still want to do. Maar je toch. Het is wel gewoon op dit moment een grote vraagteken. Gewoon in life in general. Begrijp je? Gewoon de mensen that I have and I don't have in my life. Is gewoon een grote frustratiepunt. Ten eerste. The money that I'm earning at the moment is not there. I think I deserve... This type of money, but I'm making this type of money, je toch? Met mijn shit, YouTube shit, Pokémon shit, vind ik ook dat ik gewoon een lijpe bands verdien, hoort te verdienen, but I'm making kruimels. That's crazy, because people fucking call me legend and shit in this shit. Kijk, die legend shit is crazy that people call me that, because in my opinion ben ik gewoon maar een mens op de aarde. Waarom zo gewoon love? Je doet alsof cartoons mijn waarde. Jij toch? Misschien klopt dat of ben ik platinum. Ghost boy, niemand ziet je Danny Phantom. Jij toch? Mijn poko's gaan hem. Eerlijk gezegd. Want ik begrijp gewoon wat ik bedoel en wat ik zeg. Dus jij toch, die link naar dingen wat ik zeg. Kan ik maken in mijn hoofd. Maar mensen beseffen die shit gewoon niet. Bepaalde mensen beseffen die shit wel. En die denken van yo, waarom de fuck... Is deze man zo slapped on? I don't know, bruh. I don't know. Misschien moet ik dit soort shit gewoon vaker maken. Zodat het gewoon duidelijker overkomt bij mensen. Zo. I don't know. Maar in ieder geval. Ik ben nu dus weer op die punt. Dat ik gewoon vraagteken heb in life. Van, what the fuck am I doing? What the fuck is the point? Maar tenminste, I'm going to the gym. Almost every day. Jeet toch? Nee, vorige week. Ik ging 7 keer in de hele week naar de gym. Dit week. Het is nu fucking zaterdag. En ik ben volgens mij, ik ben 3 keer geweest. Ik ga vandaag sowieso en morgen ga ik sowieso. Dat ik dan 5 keer ben geweest dit week. Jeet toch, 3 keer ben ik geweest. Ik wil nog 2 keer gaan vandaag en morgen. Dan ben ik 5 keer geweest. En dan volgende week, nieuwe week. Ik weet niet hoe vaak ik ga, maar jeet toch. De boy probeert wel vaak te gaan en shit. De boy is afgelopen 2-3 jaar wel bezig met losing weight en shit. Getting better shape of body, jeet toch. De boy still looking for the soulmate, which is also crazy. The boy ain't got... Not a single bitch at the moment, which is also fucking crazy and insane. The boy ain't got no single real friend. Kijk, tuurlijk wel. Bepaalde mensen that really care about me and I care about them, which is also something you can call a friend. Maar wat ik wil is gewoon een best friend, jeet toch? Iemand die gewoon mijn nummer 1 best friend heeft en ik heb diegene als nummer 1 best friend, jeet toch? Dat soort shit wil ik meer. In plaats van zeg maar, we zijn wel vrienden, maar jeet toch, we zijn eens aan de maat aan het praten met elkaar. Because our friendship is that level, jeet toch? I want something that is above that, jeet toch? Van ik ga nu naar daar pull up en diegene pullt up. Dat soort persoon heb ik nodig, wil ik in mijn leven, right now. Maar los van dat, I'm also bij deze manifesting. Hey, toch, the boy manifest a bad bitch. Let me drink some because the boy is thirsty. And the boy is thirsty, you feel me? Dorstig voor een zee na. Oké, manifest gang. Laat me manifest a bad bitch van de afkomst Suriname.
slash Marokko slash Indonesië slash Ghana, jeet toch, bad bitch, van een van die vier, die begrijpt, gewoon mij begrijpt, die ook gewoon creatief is en ook gewoon een beetje praat, the way I talk, maar kijk, de praat, the way I talk, ik merk gewoon bij fucking met elke meid met wie ik gewoon zo praat, jeet toch, awesome, we talking type shit, zie ik gewoon en hoor ik gewoon van, ah, bepaalde dingen die jij zegt, heb ik eerder tegen jou gezegd. And you're copying me. Which is fucking cute. Which is fucking attractive. Jeet toch, praat the way I talk, bitch. Jeet toch. And also, bitch, if that's offensive to you, then you're not the one for me. Maar het is ook niet zo van, ah, this is my bitch. Jeet toch. Kijk, dat is ook wel gewoon gaande in a way. Maar I'm not like that. Maar als ik gewoon een keer zeg van, ah, you my bitch. Jeet toch, moet je ook niet denken van, yo, what the fuck are you saying to me? Jeet toch. Eindstand, maar jeet toch, manifest een bad bitch van Suriname, Ghana, Indonesië of Marokko. Jeet toch, een van die vier. Gang shit, let's go, bitch. Langzamerhand, ook gewoon praat, the way I talk. Die ook gewoon een beetje kan zingen en shit. So we can make posts together, jeet toch. Die gewoon weird is, jeet toch, the weird shit I have with the way I am. Diegene moet dan ook zo weird zijn. Je toch, ASMR mukbangs en shit. Moet niet te weird zijn voor diegene. Je toch, als ik ooit in de toekomst zulke shit maak met een female. Gewoon vaak, niet één keer in de ooit. Je toch, maar gewoon vaak. Gewoon, ai. Vandaag één, volgende week weer één. En dan de week daarop weer één, zo'n video. Dan moet je gewoon beseffen, ai, the boys in love en die females in love with me too. Je toch, I'm manifesting that and I'm hoping for that. Jeet toch? So yeah, the boy nu gaat binnenkort weer fucking studeren en shit. Ik ga niet te veel vertellen over wat voor studierichting en shit. Maar let's just pray and hope that it will be something I would really love to do for the rest of my life. Jeet toch? En qua YouTube en shit, money en shit. En qua YouTube en shit, pokus maken en shit. Jeet toch? I don't feel. Kijk, ik heb niet het gevoel dat het echt weer leuk is en makkelijk of zo is als before. And I don't love to do it as much as I loved it before. Kijk, video's sowieso. Video's vind ik altijd leuk om te doen. Jeet toch? Maar pokus maken. Kijk, mijn mindset is nu niet zo geweldig. Jeet toch? Ik denk vaak negatief en shit. About fucking everything. Jeet toch? En dus dat inspireert mij om fucking sad ass pokus te maken en shit. En I don't like sadness. Jeet toch, I fucking hate that shit. Daarom de pokus die ik nu maak is gewoon fucking whack. Because it's inspired by the negativity I have in my mind. En ik wil gewoon niet zo schreeuwende pokus maken en shit. Because I don't like to do that shit. En jeet toch, die energie zit gewoon nu niet in mij like that before. Ik kan gewoon alsnog wel maken, denk ik. Maar jeet toch, ik vind het zelf niet meer zo gaande als before. Maar dus gewoon de hele inspiratie at the moment is gewoon van negativity. En I dislike that shit. Als ik gewoon een pokoe hoor, bijvoorbeeld een mooie leven. Ben alleen in mijn eentje. Ik wil niet zoveel. Wil alleen een mooie leven. Jeet toch, is misschien wel een coole song. Maar de inspiratie behind it is gewoon van, ah, oké, okay, I'm a sad, emotional, depressed ass little bitch. And I'm just hoping it will change to the better. Jeet toch? Dat is de mindset behind the pokoe, bij wijze van spreken. Ook als het een gekke pokoe, de gedachte erachter is gewoon stief. Which makes me dislike the song. Tot een punt. Jeet toch? I love the song, maar dislike is ook gewoon daar. Because I know the gedachtegang behind that shit. Hetzelfde geldt ook voor antwoord. Jeet toch? Antwoord op mijn vraag. Heb jij een antwoord op mijn vraag? Oh, antwoord op mijn vraag. Heb jij een antwoord op mijn vraag? Oh, is een moeilijke leven, want ik ben een moeilijke mens. Ik ben ontevreden, want ik heb nu een moeilijke mens. Ja, ga ik het halen of blijf ik voor even op en nu? Ik ben een andere weg, maar op geen zin op te lopen nu. Ik ben een en dan ga maar in. Met chickens op de trip, doe maar een tepper bekeer. En dan ben ik een paar. Ai, ja, man. Jeet toch? Die pokoe is fucking dik. Is banging, jeet toch? De clip is ook gewoon fucking dik. En basic fit en shit. I'm just flexing, I'm just vibing, jeet toch? Maar
antwoord op mijn vraag. Which means I have a lot of questions without the answers. Je weet toch, de gedachtegang van die pokoe is ook gewoon fucking wack. Fucking negativity, fucking stiffness. Je weet toch, daarom, ik dislike die shit ook. Maar voorheen, pokoes als need you. Ik denk nu aan jou, ho, dat je denkt aan mij, ja. Mijn hart koud, je bent hart net zo'n thee, ja. Je hebt in my life, my missies, I see ya. Ey, ey, I need you, ey, come with me, ja. Hey, toch? Die pokoe, in die pokoe, ik zeg ook van, mijn hart koud, je bent hart like some thee, ja. Gewoon, mijn hart is koud. Meaning, I haven't experienced love like that, like I imagine it is, je toch? Mijn gedachtegang van love is gewoon something out of this world. Want je weet toch, ik ben gewoon opgegroeid met pokoes als Allah en shit. Gewoon van, ah, die Turkse pokoes zijn lep emotioneel. So my expectations of love is daar, je weet toch. Daarom, ik heb die shit niet beleefd. So I'm thinking like, mijn hart is gewoon koud. Because I haven't experienced that before. Maar dus de gedachtegang van die need you pokoe is niet eens awesome negativiteit shit. Is gewoon van, ah, the boys... single and I'm seeing this bad bitch and I'm thinking like damn you is a bad bitch I need you. Jeet toch? Dus de gedachtegang is niet van oh leven is kut, maar de gedachte is van damn she's bad I need her. Jeet toch? Dat is meer de gedachtegang. En bij de gevallen heb ik lege handen, maar bij de need you denk ik van oké, mijn hand is leeg, maar I need her to fill my handen, ook al is zij geen object like that, je toch, I'm not objectifying women, maar je toch, ik bedoel gewoon, ik sta met niks, ik heb niks, eindstand, I need her, dus je toch, pull up naar mij, dan zijn we tenminste samen, dan ben ik tenminste niet alleen, dat is de gedachtegang van need you, en van antwoord, en van mooi leven, is gewoon van, ah, ik heb nu niks, but I wish I had something, je toch, dat is de gedachtegang, dus, is gewoon niet the same shit, like before. En dat vind ik ook wel gewoon kut. Aan een way. But it is what it is. Video's maken zal ik altijd wel blijven doen. In a way. Misschien niet gewoon wekelijks. Of zo like I tried to do before. Maar sowieso wel elke maand iets. Jeet toch. De inspiratie is wel zo dat ik gewoon vaak iets wil doen. Maar dus wat ik eigenlijk wel hoop te hebben. Qua YouTube video's maken en shit. Is gewoon van fucking vaak iets filmen. Jeet toch. Hoe vaak ik film. Hoe gelukkiger ik ben met mijn productiviteit. Jeet toch, als ik twee mensen had in mijn leven die gewoon ook hielden van video's maken like that. Die gewoon ook bereikbaar waren. Bijvoorbeeld als ik zeg van, ah, ik heb 100 nuggets besteld, bij wijze van spreken. En ik bel ze op, ik zeg van, ah, pull up naar mijn osso, gaan ze choppen en het is gewoon een gek video. En ze komen en filmen die ding. Jeet toch, als ik zulke mensen in mijn leven had. Was een blessing geweest. But it's not like that. And that's also okay. But dat weerhoudt mij van miljoen video's maken voor jullie. To check, to enjoy watching and shit. Dus jeet toch. Als je in mijn buurt woont. En je bent down to film miljoen video's together. And of you a bad bitch in this area. Would love to be in my videos. Hit me up. Jeet toch. In geval. Ik kan door blijven praten en shit. Maar ik merk gewoon mijn keel is langzamerhand wel droog aan het worden. En it sucks om blijven te praten. Praten. Ik moet toch gewoon rustig. Ik moet toch mijn brein. Ik merk gewoon mijn keel wordt gewoon lijp droog en shit. En ik ben gewoon moe geworden van het praten en shit. Because I'm fucking talking for so long right now. Maar dus. Vond je dit een gek video? Laat weten in de comments. Bro, ik was deze video aan het eindigen. Stop die fucking video met filmen. Because it reached the maximum length. Maar dus. Vond je deze gekke video? Laat weten in de comments. Ik ben sowieso wel van plan om dit soort video's eens in de jaar te maken. To give people an update about my life. My mindset en shit. Voelde wel gewoon chill. Voelde wel gewoon leuk om gewoon dit soort shit te maken. Gewoon. Een hele wat informatie uit mijn brein verspreid naar de wereld. Ook al zeg maar geeft niet veel mensen een fuck om de boy. Is het alsnog wel bij de mensen gekomen hopelijk. Die wel een fuck geven. Die wel
willen horen wat de fuck ik wil vertellen en shit. En het voelde ook gewoon wel gewoon alsof iemand zit te luisteren. Ook al ben ik gewoon hier in mijn kamer en is de camera daar en niemand anders in deze kamer. Jeet toch, het voelt wel alsof gewoon iemand mee zit te luisteren. So, it's nice making this video. En sowieso ooit in de toekomst ga ik nog meer van dit soort shit maken. En wat gek zou zijn, is ook gewoon als ik hier samen met iemand anders was. Gewoon praten en shit. Op zich is het wel een idee wat ik kan doen en moet gaan doen. So, dit soort shit. De begin is er nu. Hopelijk komt de vervolg ook. Hopelijk komt er meer van dit soort shit. En we gaan gewoon zien waar de boot niet strandt. Maar gewoon waar de boot naartoe vaart. Je weet toch? Ik hoop dat de boot gewoon gaat naar happiness. Je weet toch? A lot of money. A lot of bands. A lot of bitches. A lot of opportunities. A lot of good people. Meer guap. To get more tattoos, gekke oorbel, oele. Gekke oorbel, oele. Jeet toch, the boy got some earrings. Heb ik nog niet echt gezegd on camera. The boy got fucking barsmandje op zijn arm. Deze hebben volgens mij wel gezegd op camera. Maar jeet toch, the boy heeft een gekke tattoo. Gezet door motherfucking digits van Nivorish. Ik weet niet meer of ze nog steeds activated zijn like that. But digits is a motherfucking legend. Je weet toch? I say hey. Nothing gonna bring me down today. No sir, no way. Je weet toch? Gekke pokoe, gekke banger. Digits zat gewoon op dezezelfde bed. No homo. En ik zat gewoon op die stoel. En deze tattoo werd gewoon hier gezet. That's crazy. Digits was gewoon also crazy. Terwijl ik gewoon zelf in dezezelfde also keek naar Nivorish clips. Als fan zijnde. Is die man gewoon naar mijn osso gekomen. That's also crazy. Maar jeet toch. Ik ben ook fan van Chief Keef. Dus hopelijk komt Chief Keef ook een keer in deze osso. Jeet toch. Misschien. Je weet maar nooit. Denk het niet. Maar jeet toch. Swag. I'm still talking right now. Even though I wanted to end this shit. In ieder geval. Dit was een gekke video. Dit was een leuk video. Enjoyable video. Hopelijk zijn jullie tot deze punt gekomen van de video. Ik neem aan dat jullie mij iets meer begrijpen. En ik hoop dat jullie mij beter zullen behandelen in de toekomst. Persoonlijk. En ook gewoon artiest slash YouTuber wise. Jeet, ik hoop dat je meer love show aan The Boy. Ik vind wel dat The Boy live slapped on is in Nederland. Los van het feit dat I'm amazingly creative and talented and shit. Wordt gewoon vaak niet gezien. But it's okay though. Oké, wat ik ook nog wou zeggen is over mijn YouTube video's gewoon. Jeet toch. De vraagteken zit hem ook in de content what you're making. Jeet toch. Ik maak niet vaak shit. Ook al wil ik vaak shit maken. Ik weet niet waarover ik shit moet maken. Maar dit is al een gekke nieuwe richting waar ik op ga. Dus I'm happy that I'm doing this. Maar de hele shit about my YouTube pagina is ook gewoon de weergaves. Seem like it's going down. En jeet toch, de volgers op Instagram seems like it's going down. En ik kan het ook wel begrijpen, because the boy is ook wel een soort van lacking op Instagram en lacking op YouTube zelf. Sucks to see it that way. Sucks to see that the support levels, de support die ik krijg en shit, is ook gewoon going down of zo. Sucks. Jeet toch, the boy moet gemotiveerd raken van de fans en shit. Niet vanuit zichzelf, which is what it is every time. Jeet toch. In ieder geval, I feel like the most slept on persoon op YouTube die poko maakt binnen 1 uur shit. Daar wil ik ook nog wat over vertellen. Kijk, die shit was gewoon een idee die ik had randomly. Van ik maak beats, maar ik wil gewoon mensen horen op mijn beats. En ik stuur mensen op beats, maar ze gebruiken hem gewoon niet. En dan die beat heeft nog steeds geen artiest die erop speelt en shit. Dus ik denk van yo, that sucks. Maar it is what it is. Dus jeet toch, ik kreeg gewoon een idee op een dag van ik maak video's. Toen de tijd maakte ik van ik chap alleen dingen met blablabla, jeet toch. Dus Einstein kreeg de idee van laat ik een video idee bedenken waar de artiest binnen 1 uur een pokoe moet maken op een van mijn beats. Cool, we zien die proces. Einstein, we zien die clip. Jeet toch, Einstein. De artiest gets more buzz door de video van mensen zien het proces van die artiest. Cool, jeet toch. De artiest laat gewoon een deel van zichzelf zien die hij of zij nog nooit heeft eerder laten zien en shit. Because that whole idea of content is something I have never seen before in Nederland. Misschien wel in Amerika, maar jeet toch. Ik check niet zoveel Amerikaanse shit. Sowieso die making a song in 1 hour. Ik weet niet of dat bestaat, maar mocht dat bestaan zijn, ken ik die shit gewoon niet.
Maar die hele proces van hoe een artiest een pokoe maakt in Nederland is niet zoveel. Tenminste, Space Case en shit. Pokoe maken terwijl Kees allemaal dingen zegt en zo. Dat was er wel, maar jeetje, dat was iets wat jaren geleden gebeurde. En jeetje, van op dat moment was gewoon niks wat gewoon... Tenminste, misschien was er wel iets, jeetje, underground gebeurt zoveel shit. Waar we van niks van weten. Maar in ieder geval, er was gewoon niet iets wat popping was, jeetje. Dus ik dacht van, ah, er is gewoon een gat in de markt. Laat me gewoon dat soort shit maken. Dan zien mensen hoe diegene, die artiest, een pokoe maakt van scratch tot eind. Eindstand, I'm happy as a producer, want een van mijn beats zijn gebruikt. Eindstand, I'm also happy as YouTuber, want je toch, ik heb content gemaakt. En ik ben gewoon daar met een artiest. We chillen, we connecting, je toch. Dus het is gewoon een heel algemeen positieve iets, je toch. That I'm making pokoe maken binnen 1 uur shit. Maar... eindstand, wat het ook werd, is van, ai, maak met die, maak met die, maak met die, maak met die, maak met die. Cool, jeet toch, we maken heel veel shit. Met fucking Kraai, met fucking Boku Dro, Brinzen, jeet toch, SO naar iedereen. Maar, it also feels like, the boy is becoming a persona like Babak Eet Weer of Nard War, jeet toch. Van, ai, we checken de video, we zien de host, we fuck with the host, maar het gaat ook meer om de artiest. Jeet toch, en I didn't start AGTV as something where I'm focusing op andere people. Volledig, zeg maar. Wauw. Laat me deze shit. Oké, ik ga deze shit binnen een paar minuten afronden. Maar basically what I was saying about motherfucking pokoe maken binnen 1 uur shit is dat ik wel hou van de interactie van mensen met mijn video's. Dat deze video is gek. Dat is mijn DM sturen en shit van, deze video is gek, blablabla, jeetje, ik hou daarvan. Maar, de zeg maar, focuspunt van die video's werd te veel andere artiest. Wat niet erg is, maar tegelijkertijd ben ik ook mijn eigen artiest, ben ik ook mijn eigen producer, ben ik ook mijn eigen clipmaker, ben ik ook mijn eigen designer en shit, blablabla, jeetje, ik ben gewoon allround pakket. Maar door die pokoe maak shit is de focus gewoon te veel op andere artiest. Waardoor gewoon een soort van tegenstrijdig is met mij en shit. Daardoor maakte ik het wel gewoon. Maar er was ook wel een soort van een jammerige gevoel van ai. Cool dat ik het maak. Maar dit moet niet de main thing zijn what I have got going on. Begrijp je? Ik moet gewoon ook wel gewoon mijn eigen shit maken. Mijn eigen andere video's maken. Mijn eigen pokoes droppen, mijn eigen clips droppen en shit. En dit moet ook gewoon een van de dingen zijn die ik drop en shit. Jeet toch, op een gegeven moment werd het gewoon voor mijn gevoel meer de main thing. Van wanneer maak je weer pokoe maken binnen 1 uur met die of met die. Jeet toch, ik vraag in mijn Instagram van wat wil je zien? Maak pokoe maken binnen 1 uur met die en die. Jeet toch, het werd gewoon te groot of zo. Tenminste, het is niet zo groot gegaan dat ik gewoon dat de miljoenen views heeft gepakt of zo. Maar people like that shit more than my own shit. Daardoor. Was gewoon van, tegenstrijdige shit, blablabla, jeet toch? But that also means that in Nederland er is gewoon weinig shit like that. En mensen moeten gewoon beginnen met shit maken, met content maken, jeet toch? Because what the fuck are y'all doing, bro? Jeet toch, er zijn zoveel shows die worden gegeven, concerten, gewoon underground shit. Dat is gewoon hard, ook gewoon, jeet toch, ook gewoon voor de artiesten van mijn level. Basically, die gewoon niet papen zijn, die geen fucking boeven en zo zijn. Geen hit pokoe hebben of zo, jeet toch. Clips van aantal duizenden views en shit. Jeet toch, zulke artiesten krijgen ook een kans door zulke shows optredens te hebben en shit. Doordat ze worden uitgenodigd op zulke shows en shit bedoel ik daarmee. Maar de content is just lacking, bro. Er zijn gewoon weinig interview-achtige platforms. Er zijn gewoon weinig pull-up naar hier en show je skills-achtige content. Er zijn gewoon weinig shit voor de creatieve mensen in Nederland. Waardoor de fans dus gewoon hem gingen op mijn pokoe maken binnen 1 uur shit, voor mijn gevoel. But it's not something I don't want to do anymore. Zeg maar nu, it feels like, oké, met wie moet ik die shit doen? Is ook, kijk, dat is ook een fucked up shit. Because I have to make beats that are hard. Soms lukt die shit niet eens. Jeet toch, soms zijn mijn beats gewoon fucking whack voor mijn eigen gevoel. Dus ja... Ik moet gewoon gekke beats proberen te maken. Wat soms ook lastig is. En dan moet ik gewoon kijken wie gaande is. Kijk, ik check Nederlands shit ook niet like that. Dus ik weet niet eens wie interessant is of zo. Jeet toch? Dus dat is ook iets. Dat is ook iets wat gewoon fucked up lastig is. En ja, met bepaalde mensen praat ik wel van. Ik kom gaan die shit maken.
Maar diegene hebben dan nooit tijd. En dan na een tijd zijn we gewoon beide die idee vergeten. Waardoor die shit nog steeds is gebeurd. Which is also oké. Maar jeet toch. Wat ik ook gewoon graag zou willen. Is die. Kijk hoe ik pokoe maak. Of zo. Jeet toch. Die idee. Die concept van video's die ik maak. Dat wil ik ook gewoon doen met andere artiesten. En met wie is dan ook weer een andere vraag. Maar gewoon. Als je artiest bent. Of als je producer bent. Of whatever the fuck. En als je gaande bent. Interessant bent. Hit me up. Niet gewoon random ass guys. Ook gewoon van ai. Peter 351. Die me zegt van yo, kom collaben. Bro, no offense. Maar wie de fuck ben je? En wat heb je gedropt? Ook gewoon bepaalde mensen, ze hebben nooit wat gedropt. Ze zeggen mij, pull up, kom collaben. Bro, hoe weet ik dat je hard bent of niet? Bro, drop iets. En based on that shit, kan ik denken van ai, deze boy is hard of deze boy is niet hard. Tenminste, als ik zeg maar online... Als je mij online connect, dat. Jeet toch, maar als je mij op straat ziet, dan is het andere verhaal. Maar in ieder geval, dit was 85 Flame. I just talked and talked and talked in deze shit. Ik hoop dat de audio nog steeds gewoon goed opneemt. Dit soort video ideeën ga ik gewoon vaak proberen te maken in the future. If people fuck with this shit, love. If people don't watch this shit, alsnog love, maar gewoon minder love. It's all good, jeet toch. We zijn gewoon op this life. We just chilling, we just vibing. Turup turmaz dolaştım aşk aradım meşk aradım ama bulamadım. I'm feeling like that with this microphone in my hand and I can't move it like this, yeah, toch? Ama bulamadım. Hey toch, 85 Flame, feeling like official with this mic in my hand, manifesting a bad bitch on my dick van afkomst Suriname, Indonesië, Marokko of Ghana. Jeet toch, een van de vier, manifesting, a lot of bands, manifesting, a lot of opportunities, manifesting a lot of good people, I'm manifesting that. En ik hoop dat je dit een leuke video vond, en ik hoop dat je ook gewoon bezig bent met het creëren van iets goeds voor jezelf. Swag, like, reageer en abonneer en als je dat niet doet ben je gewoon een begoltje. Swag. Like, reageer en abonneer en als je niet doet ben je gewoon een begoltje.